Beste mensen, welkom bij de podcast van PsychoZenet. Ja, we zijn vandaag uh, bijzonder benieuwd, want uh, we hebben een gast die vandaag een verhaal gaat vertellen over uh, cultureel sensitief werken. En uh, haar naam is uh, Fauzia Koenhoven en zij is verpleegkundig specialist. Uh, Faustia, welkom. Dankjewel. Ja, ik zal de muziek, hoewel uh, die zeer appetijtelijk is, wat zachter zetten. En ik wil je graag heel erg hartelijk welkom heten, want ik kwam jou ongeveer een jaar geleden tegen. We raakten in gesprek. Ja, en ik was echt onder de indruk van wat jij vertelde over een aantal dingen. Het belang van context in de GGZ. Um, het gevaar van... Diagnosen, DSM, en ook het belang van cultureel sensitief werken. Mm -hmm. Bij verpleegkundige specialisten, maar ook natuurlijk bij psychiatrische psychologen, de hele GGZ. Dus kun je daar iets over vertellen, over dat thema, hoe je daarmee in aanraking bent gekomen, hoe, je de, hoe, dat, hoe dat voor jou belangrijk is geworden, hoe je daarmee werkt? Dat soort dingen. Uh, ja, sinds ik werk eigenlijk in de GGZ, merk ik dat het een uh, onderbelicht thema is. Mm -hmm. Ik werk nu twintig jaar in de GGZ. Ja. En uh, zeven jaar geleden begon uh, aan de hogeschool op de opleiding voor mm -hmm. verpleegkundige specialisten. Ja. En ik merkte dat het helemaal geen onderwerp ook was uh, in het curriculum daar. Uh, dat we dus bij binnenklinische redeneren van alles deden, ook voor diagnostiek en hadden we het ook over stigmatisering, maar hadden het niet over het culturele context nee. van mensen. Maar, en dan heb ik het alleen, niet alleen maar over de grenscultuur, maar ook hè, uh, Friesland, uh, Utrecht, precies, uh, ja. gewoon ook binnen de grenzen. Want cultuur is natuurlijk een, een heel breed palet ja. ja. aan dimensies. Van, ja. van, van uh, religie tot uh, sociaal-economische strata. Tot, ja, je kunt ja. eigenlijk een heel bekant op. Ja, ja en, en in mijn uh, vanuit mijn oogpunt gezien, als je de mens wil gaan begrijpen, die voor jou zit met zijn klachten, ja. dan kan je die context van de cultuur volgens mij daar niet buiten laten. Nee. Nee. Om ook de, iemand te kunnen begrijpen hè, waarom iemand uh, doet zoals ja, hij doet. Want het is natuurlijk heel fundamenteel. Hè, maar als, je dat, als ik jou nou de vraag zou stellen. Het, 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 ja, het gedachtegoed van psychiatrie, psychologie. Um, is nou eigenlijk al vanaf het begin bij het neerzetten van dat gedachtegoed. Uh, gedacht aan cultuur en context als een belangrijke dimensie. Zit dat er echt in vastgebakken? Uh, hoe bedoel je dat? Nou ja, is dus een gemiddelde psycholoog die uh -huh. vijf jaar opleiding doet, uh -huh. of een arts-psychiater uh, die zes jaar opleiding doet. Krijgt die vanaf het begin af aan al mee van hoe belangrijk dat is? Ja, ik weet niet hoe de opleidingen precies eruit zien, maar die indruk heb ik vanuit de praktijk niet. Nee, vanuit de ja. klinische blik, uh, nee, vanuit de praktijk heb ik die indruk niet. En nee. is het bij verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, is dat hetzelfde of krijgen die toch meer? in de opleiding mee van die context? Ik denk dat het daar nu steeds meer komt. Mm -hmm. Zat er ook niet in? Zat er ook niet nee, in? Zeker nee, zeker niet. Nee. Maar ik denk dat dat nu steeds meer wel komt. Ja. En je merkt door de lessen die gegeven worden dat mensen dat eigenlijk nooit eerder hebben meegekregen, zeg maar. Mm -hmm. ja, dus wel in hun beleving, in de praktijk denken dat ze uh, daar rekening mee houden, ja. maar blijkt dus van niet. Nee. En um, hoe leer je iemand zoiets? Hoe leer je iemand dat hij cultureel sensitief gaat werken, als je nog met relatief gesloten ogen denkend vanuit je eigen cultuur, etnocentrisch werkend in de GGZ? Zit? Hoe doe je dat? Nou, wat, uh, als ik even kijk naar, naar, naar mijn les, zeg maar, mm -hmm. die ik uh, heb gemaakt, gaat het mij vooral om de bewustwording. Ja. Dus dat vind ik als eerste heel belangrijk. Dat ja. mensen zich bewust worden. Ja. Van, van hun uh, ook hun, gewoon hun eigen vooroordelen die ze ja. hebben. Mm -hmm. En, en uh, hoe die vooroordelen ze wel of niet in de weg kan staan in mm -hmm. een behandeling of in een gesprek met ja. uh, iemand. Ja. Dus dat en, vind ik het belangrijkste eigenlijk. En wat zijn die vooroordelen? Ja. Wat, wat kom je zowel tegen in de praktijk? Nou, je ziet heel veel uh, wat ik wel tegen. Uh, kom is, uh, oh heb je die weer? Er is weer zo eentje, die wil zeker niet werken. Mm -hmm. hè? Of uh, die komt vast weer omdat die uh, een schadevergoeding wil hebben. Of een, er loopt vast een claim ergens. Dus ja. Er wordt dan niet met een open blik weer naar iemand gekeken. Ja. En ik denk dat uh, die bewustwording... Of, of hè, als, als uh, bijvoorbeeld uh, een moeder uh, heel anders naar een, een kind kijkt. Of, of zegt van nee, ik wil niet dat de kind die medicatie krijgt. Niet snappen waarom dat gebeurt. Mm -hmm. Maar al denken, nou wat de moeder, weet je, die wil gewoon dat het kind pijn heeft, maar niet ja. gaan onderzoeken waarom die moeder uh, dat niet wil. Maar dat is dus heel moeilijk om mensen zich daarvan bewust te laten worden. Want uh, vaak denken we in stereotypes, hè, in categorieën van uh, die mensen zijn zo en die mensen zijn zo, en dan. Ja, Vragen we ons niet af waarom we die gedachten hebben. Want we, we hebben ze gewoon. Die, die vooroordelen of die stereotyperingen. Dus hoe maak je mensen nou bewust van dat ze die uh, stereotypende, stereotyperende houding hebben? Nou, uh, als ik even naar mijn les grijp. Ik begin ja. vaak de les om, om uh, een beetje warm te worden met de materie. Uh, met stellingen. Mm -hmm. Dus middels stellingen. Kijk ik wat de reacties ja. zijn. Ja. Hè? Bijvoorbeeld, uh, een stelling is van: uh, stel je gaat uh, in een Arabisch land wonen. en je krijgt van een docent te horen dat je dochter uh, brutaal is. en die, uh, die heeft hulp nodig. Hoe ga je daarmee om? Ja, ja. nou, heel veel reacties zijn van: uh, ja, uh, dan ga ik eerst het gesprek aan. met die docent. Hoezo is mijn dochter mm -hmm. brutaal? Mm -hmm. Maar dat is heel westers gedacht. Ja, natuurlijk, hè? want ja. in bepaalde landen, ja, de docent. De, die, die heeft een hoge aanzien. Dus je neemt eigenlijk aan wat een docent zegt. Ja, ja. En ik probeer mensen dan het verschil ook te laten voelen met oké, okay, als jij daar naartoe gaat, heb je dat waarschijnlijk gedaan vanuit een keus die jij had. Maar heel veel mensen die hier zitten, zit, hebben die keus niet ja. gehad en ja. zitten hier. En, en, en hoe ga je daar dan mee om? Als je dat beseft nu, hè, van hoe jij zou handelen. Ja. Maar we verwachten hier wel dat men zich aanpast aan de Nederlandse cultuur. Ja. Wat niemand maar bijna ook kan vertellen. Wat is dan die Nederlandse cultuur? Nee, zelfs Maxima maar, is daarmee ja. in problemen geraakt op een gegeven moment toch, omdat ja. ze gingen Ja, zeggen we die Nederlandse cultuur. Wat is Want dat wat eigenlijk? Wat is dat he? dan? Ja, ja, precies. Ja, maar ja. ja, ja. we wel roepen van. Ja, je moet je maar aanpassen. Maar ja. waar aan? Ja. Want ja, dat is natuurlijk interessant. Maar jij zegt dus eigenlijk van je moet mensen blootstellen aan een ervaring, aan een situatie, ja. zodat ze. Het op zichzelf gaan projecteren. Dus je bent in een ja. Arabisch land, je, je zit daar met een dochter en die leraar zegt wat. En dan, dus dat is zo ongewoon. Ja. En dan ga je iets ervaren, dan ga je nadenken. Dus ja. je moet ze even uit hun gebruikelijke context nemen en ze in een andere context zetten. Ja. Proberen in te leven in een ander context. Ja. En, en doen je ook wel een rol spelen dan? Bijvoorbeeld? Uh, nee, dat doe ik nu niet. Maar wel, dus ik probeer ze wel uit hun eigen context te halen. Door een andere stelling, bijvoorbeeld ook. Joh, uh, ben je, noem eens een uh, situatie waarin jij een minderheid bent ja. uh, geweest. Of je een minderheid hebt gevoeld. Ja, ja. ja, dus ja dus Waar komen dan ook mensen dan mee? Naar... Wat, 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 wat zeggen ze dan? Nou, uh, er was eentje die zelf zei van. Uh, nou, ik was een keer. Uh, ik zat in de metro van Rotterdam. Ja. Oh ja. ja. En het viel me op dat ik eigenlijk ja. de enige blanke was, zeg maar. In die Interessant, hè? Ja. ja. Want, want als die persoon uit Utrecht was, hè? Utrecht is inderdaad een uh, minderheid-minderheidstad, en Rotterdam is een meerderheid-minderheidstad. Ja. En die had wat, het was hem dus opgevallen, die ervaring. Ja. 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 Of dat ze in het buitenland op vakantie zijn. Ja. Hè? Dat, ze dan, dat valt het ze dan op, van oké. Okay. Ja. Ja. En dan... Dus eerst op jezelf projecteren en dan uh, de vertaalslag maken naar de mensen hier. Naar jouw patiënten, ja. Van, ja. om je in te kunnen leven. Is het ook dat je gewoon iets van de feiten moet weten? Dus bijvoorbeeld als ik spreek met iemand en ik weet die komt uit Marokko bijvoorbeeld. Is het dan ook dat als je cultureel sensitief moet werken, wil werken, dat je dan ook echt het verschil moet weten tussen... De, de, de Berberse bevolking en de Arabische bevolking in Marokko en hoe de verhoudingen tussen die zijn, en dat je ook gewoon iets weet van het land. Uh, kijk, ik zeg altijd tegen de mensen: als, als ze met een bepaalde groep werken, die, of die het meest voorkomt in hun klinische ja. setting of uh, ambulante setting, dat ze zichzelf daarop kunnen inlezen. Hè? Ik ja. kan alles lezen tegenwoordig, ja. hoef ik ze niet te vertellen. Nee. Het belangrijkste vind ik dat ze gewoon die bewustwordingsproces ingaan. Ja. En dat meenemen naar hun praktijk. En dan kijken, joh, met welke groepen werk ik het meest. En uh -huh. zich dan zelf daarin gaan verdiepen. Ja. Dat ja. doe ik niet, want het is niet te doen. Om, om in twee uur tijd ja. van alles wat te nee. gaan vertellen. Nee. 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 En, 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 uh, ja. Dus dat is niet te doen. Maar dat kunnen mensen zichzelf wel uh, zelf uh, natuurlijk in gaan verdiepen. Precies, ja. ja. Dus dan dat je inderdaad afhankelijk van de populatie waar je mee werkt, dat je dan ook kijkt van ja, wat, wat, wat is daar aan kennis over? Wat ja. moet ik eigenlijk weten? Ja, ja en ik geef ja. ze wat websites of de zaken hè, waar ze dus bijvoorbeeld ja. als met vluchtelingen werken, dat ze bij die ja. daar waar ze terecht kunnen. Ja. ja, en nu is het natuurlijk bij, bij, uh, hè, bij psychose bijvoorbeeld, dat is natuurlijk ook een. Uh, ja. Een complex geheel aan, aan dingen. Is het nou zo dat, dat er ook uh, de herkenning van psychisch lijden, bijvoorbeeld zoiets als bij psychose, is dat dan ook moeilijk als je dat van, vanuit uh, bijvoorbeeld de meerderheidscultuur dat gaat herkennen bij iemand van, die in een minderheidsgroep zit in de samenleving? Kan dat? Moet je daarvoor soort minimale ervaring hebben, want psychose kan zich anders uiten, mm -hmm, mm -hmm. Uh, ideeën in psychose kunnen anders zijn. Dus uh, is er soms een misverstanden dat mensen verkeerde diagnoses, of verkeerde klinische uh, behandelingen krijgen ja. omdat het niet goed wordt herkend ja. wat er aan de hand ja. is. Ja, dat denk ik zeker. Uh, ik heb zelf een mooi voorbeeld uh, toen ik bij Altrecht werkte. Hadden we een uh, verpleegkundig team die ingeschakeld kon worden als, als andere afdelingen vragen hadden over dit soort uh, problemen, ja. problematiek. Toen werd ik een keer ingeschakeld omdat ze een Hindoestaanse vrouw daar uh, hadden op de afdeling. Mm -hmm. En die wilde kosten wat kost naar buiten, bij een boom, had melk nodig. En ze snapte me niet wat zij wilde. En uh, toen hebben ze mij gebeld en uh, toen heb ik in de eigen taal met haar gesproken van wat is er aan de hand. Ja. En dan bleek dat ze eigenlijk gewoon een gebed buiten wilde doen. Dus ik heb het verpleegkundig team uitgelegd dat dit een heel gebruikelijk ritueel ja, is ja. en dat ze daardoor niet psychotisch aan het worden is. Ja. Zeg maar maar zij, konden zich daar, zij kon dat niet verwoorden, ze kon zich niet duidelijk maken. Ja. Maar wat ik dus mooi vond, is dat de verpleegkundigen in dat team iets zagen wat ze niet herkenden, maar ook niet direct wilden bestempelen als zijnde psychotisch. Ja. En daardoor wel mij als expert hebben. Uh, Precies, dus, dus ze wilden al... Ja. Ze waren zich al zeg maar bewust van hun eigen niet weten ja. in dit ja. gebied. Ja. Dus in ja. plaats van ja. uh, dat ze conclusies gingen trekken dat ze. Hm, ja. Misschien moeten we hier even ja. om advies vragen. Ja. En daar gaat het om. Wees ja. je daar ook bewust van? Je hoeft ja. het niet allemaal te weten. Hè, ook. Ja. Maar, wees... maar, is, maar is dit nou bij de meeste GGZ-instellingen zo dat je dan advies kunt vragen op transcultureel advies bij, bij als je twijfelt? Uh, volgens mij kan je altijd inderdaad uh, informatie vragen. Ja, maar ook ja, dat maar dat niet het, uh, intern, zal je niet, niet intern, altijd nee, in iedereen dit hebben. dit was georganiseerd dit vanuit was de organisatie. Was, precies, wat ja. natuurlijk heel ja, ja. waardevol is, Ja, ik. zeker. Ja. 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 is ondertussen ook wel weer wegbezuinigd, maar ja. het was toen nee. wel heel waardevol. Ja. Maar ik ben er zeker van overtuigd door dit soort zaken... dat er vaak ja. te snel uh, mensen een uh, psychotische diagnose krijgen... Ja. Die niet, uh, ja. denk ik, zo zwart-wit is. Dus dat is wel belangrijk natuurlijk, want uh, de, de zijn ook, hè, er is ook een debat uh, over waarom mensen die van land A naar land B komen, uh -huh. dat die een hoger risico hebben om psychotisch te worden. En dat een van de factoren die mogelijk speelt, is dat als je te maken hebt met systemische discriminatie, omdat je er anders uitziet, dat dat toch psychose in de hand kan werken. Is Dat in jouw ervaring zo heb je dat meegemaakt? Of um, nou, wat ik uit de praktijk ken, is dat je wel ziet dat er bepaalde uh, groepen de ja. psychoses vaker voorkomen, Overtegenwoordigd zijn. Ja, 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 mm. ja. zo ja. herken ik het wel. Ja, ja. en um, uh, is het dan, want, want dat is altijd het debat. Is het dan dat mensen niet kunnen herkennen wat er aan de hand is en zeggen het is, is psychoos, terwijl het niet zo is? Of kan het ook inderdaad wel zijn dat er echt psychose is en dat het ook te maken heeft met factoren als discriminatie en trauma vanwege het minder minderheid zijn? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk beide. Beide, hè? Maar en ja. en dat, dat maakt het wel een, een lastig gebied, denk ja. ik. Van wanneer hè? zeg je, zeg ook ik als expert, van nou het is ja. wel nu psychotisch ja. of het heeft echt te maken met de cultuur. Ja, um, ja dus uh, jij werkt als verpleegkundig specialist. Ja. Uh, misschien kun je uitleggen, wat is een verpleegkundig specialist? Hoe, hoe, hoe word je dat? Uh, hoe je dat wordt? Nou, eigenlijk uh, heb je een HBO-vooropleiding nodig als verpleegkundige. Uh, dat heeft de voorkeur. En dan uh, kan je de tweejarige. Ik, ik werk dan nu aan de tweejarige hogeschool-masteropleiding uh, aan de Hogeschool Utrecht. Ja. En uh, dus ja, dus als je de masteropleiding doet, dan ben je verpleegkundig specialist. En je uh, voorwaarde is wel dat je al wat ervaring hebt in de praktijk. Dus ja. je kan niet vanuit, zeg maar, de HBOV direct doorstromen. Ja. En, en dus hè, voor de dus, ja, mensen weten bijvoorbeeld de psychiater, de arts, die geeft dan medicaties om de symptomen te reduceren? En wat is, de, wat is de, een soort dat is het medisch model, hè, zeg maar, diagnose en dan een, een behandeling, vaak een biologische behandeling. Wat, wat is de achtergrond van de verpleegkundige en de verpleegkundig specialist? Wat, wat is zijn specialiteit eigenlijk? Nou, ik denk vooral ook wel de, de helikopterview, het holistische blik. Hè. Dus uh, we kijken ja. toch wel uh, ook uh, bio, medisch, sociaal, uh, alles pakken ja. we mee. Ja. Dus, uh, zo is de verpleegkundig specialist uh, ook bevoegd om medicatie uh, voor te schrijven. Ja. 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 Het verschil is dan wel dat je het alleen mag doen op het vakgebied waar jij dus op. Uh, Geduceerd ben, dus ik ben GGZ, dus ik mag alleen maar GGZ-medicatie voorschrijven. Ja, ja, precies. Ja. En uh, dus ik denk ook dat wij vooral ook worden opgeleid om, om uh, bijvoorbeeld leefstijl mee te nemen. Hè. Dus uh, ja. heel vooral breed te kijken. Veel breder te kijken, dus ja. dat je zegt van ja, het is niet een kwestie van diagnose en symptomen reduceren, maar eigenlijk nee. veel meer van hoe, hoe je het leven vormgeeft, ja. gegeven die. Moeilijkheden waar je mee worstelt. Ja. Dat, is, dat is toch een andere filosofie, ja. denk ja. ik. Hè? Veel ja. breder, veel ja. contextgevoeliger, waarschijnlijk ook. Ja. 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 Dus, dus uh, zie je dat wel eens, uh, bijvoorbeeld bij psychose, hè? dus dan ja, kan je zeggen, ja, dat is heel belangrijk dat de medicatie is, en etcetera. Dat, dat kan ook zeker helpen. Maar je moet natuurlijk ook altijd de brede context blijven zien van iemand in een psychose. Um, dus. De verpleegkundig specialist die medicatie voorschrijft, hè, die dus eigenlijk dat deel van de psychiater heeft overgenomen. Mm -hmm. uh, neemt hij de context ook meer mee, denk je, bij het voorschrijven van medicatie? Uh, dat hoop ik wel. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. En, en, dat is wel wa wa waar we voor worden opgeleid. Ja, zeg maar. precies. Ja. En uh, als ik over mezelf praat, neem je dat wel mee? En ik probeer dat studenten ook mee te geven. Ja. Dat er meer dan, uh, want ik vind systemisch werk soms ook heel belangrijk. Mm -hmm. Maar Leg eens uit, wat is dat? Ik probeer ze. Nou, voor mij is dat, als ik dat ook weer uh, refereer aan mijn les, ja. dat je het systeem daar waar, de, waar jouw patiënt vandaan komt, niet buitenspel kan laten. Ja. Dat ja. de patiënt gaat daar waarschijnlijk weer in terug. Ja. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat de patiënt op een wenselijke manier gaat functioneren, weer binnen dat systeem. Ja. Hè, waar waar ja. die weer in terug gaat, maar waar ja. die ook ziek is geworden. Ja. Dus daarom, uh, dat is voor mij dan voor nu systemisch werken. Ja. Dat je dat ja. niet, uh, ja, kan je voor mij niet te buiten laten, niet weglaten. En dat is natuurlijk heel interessant, want in verschillende culturen wordt het belang van medicatie ook verschillend gewogen, waarschijnlijk. Hè? Kan je, heb je dat meegemaakt en, en hoe ga je daarmee om? Um, even kijken, ja ik heb dat in mijn eigen praktijk ook wel uh, meegemaakt, uh, maar ik nodig vaak ook wel mensen uit uit het systeem ja. om ook aan hun psychoeducatie te geven, om hun ja. uitleg te geven. Ja. Hè? Wat is er nou mm -hmm. met hun, hun vrouw, man, zoon, dochter uh, aan de hand? Ja. En je ziet vaak dat dat wel helpt. Mm -hmm. uh, uh, maar je ziet ook juist dat ze juist komen voor medicatie, maar dat je soms denkt: nou, dat is nu niet nodig. Dus nou. de andere kant heb je ook. Hè. Ja enorm vertrouwen in medicatie ja, en dat dat ja, zonder medicatie gebeurt er niks nee, dat is, nee ja. want dat zie je heel vaak juist in andere culturen van ja. nou ja ik kom naar jou en jij uh, ja. geeft mij maar een pilletje zodat ja. ik weer beter word. ja ja dus dat dat uh, is dan wel handig als je op de juiste wijze het gesprek kan aangaan daarover natuurlijk als je ook al weet welke verwachtingen er mogelijk ja. samen gaan uh -huh. over de medicatie met welke cultuur ja ja ja. Maar wees ook vooral nieuwsgierig, zeg ik altijd tegen mijn studenten. Mm -hmm. ja, je hoeft niet daar de behandelaar te zitten van ik weet het, ik moet het ook allemaal al weten. Ja. Maar wees vooral nieuwsgierig, wees nieuwsgierig ja. naar degene die tegenover ja. jou zit. Ja, precies. Ja, en leer diegene kennen. En als je ook bepaalde vragen stelt, dat ze zien dat je uh, interesse hebt in hun zijn, in wie zij zijn, wie ja. zij binnen hun cultuur zijn. Hè? Ja. Dus dat je ze ook niet uh, generaliseert in hun cultuur. Precies. Ja. Ja. Dan, dat, dat is zo waardevol voor de band, uh, professionele relatie ja. die je dan opbouwt met ja. elkaar. Mm -hmm. En um, ja, wat betreft niet-etnische aspecten van cultuur, zoals bijvoorbeeld, ja, je kan zeggen gender en, en religie en sociaal-economische status, dat soort aspecten van cultuur. Um, hoe gevoelig zijn we daarvoor? Denk je in de GGZ? Ik uh, denk nog te weinig. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel meer mag ook. Uh, juist als je het ook hebt over context. Ja. Ik denk dat je dat soort dingen niet buitenspel kan laten. Wil je ja. goed weten wat er aan de hand is met je patiënt. Ja. ja. Dus hoe kan dat? Dat we daar nog relatief ongevoelig voor zijn. Waarom is het zo moeilijk om die context. En alles wat daarmee samenhangt. Van etniciteit tot religie tot gender. Alles. Omdat zo. Goed, omdat. Voorop te krijgen, zeg maar, in de benadering van psychisch lijden. Nou, vertel. Ik, ja. <laughs> ja. Ja. Uh, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik denk nee. dat we worden vooral zo, uh, tenminste, als ik kijk, om mij heen kijk, zo uh, geprotocoleerd, ook opgeleid vaak. Ja. Hè, dat en, en vooral als het gaat over behandelingen of ja. diagnostiek. Ja. He, dat, dat het zo volgens bepaalde protocollen moet en, en, en zeker als mensen nog niet zoveel ervaring hebben, houden ze ja. zich daar vooral aan vast ja. en missen dus uh, een essentieel onderdeel ja. zoals de context. Dus hoe kun je opleiden hoe kun je jouw leerlingen verpleegkundig specialisten van de toekomst, hoe leid je ze op om inderdaad die protocollen toch niet zo leidend te laten zijn, dat ze echt durven denken vanuit de context en Klinisch redeneren, hè? daar had je het net over, is mm. ook een hele mooie term. Dus dat je, uh, ja, wat is dat eigenlijk, klinisch redeneren? Hoe zou je dat uitleggen? Nou, dat. We kijken eigenlijk van een klacht waar iemand mee komt, hè? dat je dan ja. uh, zo patiëntspecifiek gaat uh, kijken van nou waar komen we op uit dan. Hè? Ja. Dus dat je van heel breed kijkt naar ja. de patiëntspecifieke behandeling die daar uiteindelijk ja. uitkomt. Dus dat je heel, en, heel specifiek gaat kijken wat, wat is dat bij deze persoon ja. in zijn context ja. en wat moet er gebeuren. Ja, ja, ja. Mm -hmm. ja. En wat was de vraag ook? Nou ja, dus uh, hoe je jouw verpleegkundige dan bij dat klinisch redeneren wat jij ze leert. Uh, vooral zeg van nou durf, durf dat te doen, durf naar die context te gaan, durf bij elke unieke nieuwe persoon dat proces van klinisch redeneren aan te gaan en laat die protocollen, die zijn er wel, maar laat die niet leidend zijn. Nou, kijk, uh, het is fijn dat ze dat hebben als basis, hè, die protocollen ja. natuurlijk. En doordat ze al ervaring hebben, kunnen wij met hun de uitstap maken. Uh -huh. Dat ze een beetje uit out of the box gaan durven denken. En ja. dat doen we vooral door heel veel casuïstiek. Heel dus veel casuïstiek in de die redeneren. Het heeft zelf ook ervaren. Ja, In de les. Ja, ja, dus vooral ja dat was heel door leuk. Heel, ja. ja, door heel veel casuïstiek ja. denk ik, te oefenen en, en ze daarin mee te nemen. Ja, oké. Okay. Ja. Dus kunnen we het even hebben over die Nederlandse cultuur? Want een van mijn goede vrienden is Philippe de Les Paul. Dat is een psycholoog. En die is Belg. En die zegt, ja, er is wel degelijk een Nederlandse cultuur. En, en dat gaat niet goed met die Nederlandse cultuur, want dat is toch een soort cultuur, zo, hoe, hoe noemt hij het, die eigenlijk uh, alles via een heel subtiel proces van polderen en overleggen, uh, zorgt dat. Uh, Mensen die uh, er niet bij horen worden buitengesloten, en hij is dan Belg. Ik heb ook een vriend, die is Turks en die zegt: Van jullie zijn ontzettend aan het discrimineren elke dag. Hij werkt aan de universiteit, uh, hij is heel goed en hij zegt: Van ja, ik word anders behandeld of voor mij om hoogleraar te worden, is tien keer moeilijker dan voor een wit iemand die Jansen heet en. Ik vraag me altijd af, in het begin dat ik naar hem te kijken: waar heb je het over? Maar dan hoor je toch subtiele voorbeelden en vooroordelen dat je denkt: van ja, hoe gevoelig zijn we eigenlijk voor dat thema dat je toch hebt dat cultuur misschien niet bestaat, maar wel dat alles wat anders is dan wat jij denkt dat die cultuur is, wordt buitengesloten. Dat dat een heel actief proces is en dat mensen die dat regelmatig meemaken. Uh, ja, toch op een hoede raken voor dit soort uh, invloeden, ook als witte Belg. Dus is dat, is dat, is dat jouw ervaring? Is dat uh, iets wat je kunt herkennen in het werken met uh, zeg maar, uh, mensen van etnische groepen in Nederland? Ja, ik kijk, ik kijk aan het ook bij mezelf, mm -hmm. eigenlijk. Ik. Uh, ik zou even iets vertellen, ik was in, uh, in 2020 was ik voor het eerst naar India. Dat stond altijd bij mij heel hoog uh, ja. op mijn lijst. Ja. En vanuit de geschiedenis hè, komen onze voorouders. Mijn ja. voorouders komen ja. uh, uit India. Ja. En ik, ik kwam daar en ik, ik viel daar gewoon in. Ik voelde me net als een vis in het water. Voor het, ik voelde, het eerst was je ik kwam voor, voor het eerst, eerst kwam elkaar. Okay, ja. Hoe oud was je toen? Ja, dat was uh, 2020, dus de drie jaar ja, geleden drie was jaar nog geleden, maar, ja, ja, dat is nog wel heel okay. recent. Ja. Ja. En um, dus ik denk, ik voelde me gewoon heerlijk daar. Ik heb er twee weken vertoefd in de drukte van Delhi. Ja. Ik voelde me gewoon ja. echt heerlijk. Ik kwam terug en ik ging me afvragen, hoe kwam het nou dat ik me daar zo lekker voelde? Ja. Als een vis in het water. Ja. Nou, ten eerste, iedereen leek daar op mij. Ja. Dus dat was iets. Ja. En toen ging ik mij beseffen dat ik me hier dus blijkbaar een minderheid voelde. Ja. Wat ik daarvoor eigenlijk nog nooit bewust zo bewust van, van nee. was. Nee, nee. Mm -hmm. Dus ik vond dat wel, ja, ja. Uh, het was een openbaarding, maar uh, het heeft me ook aan het denken gezet. Mm -hmm. En hetzelfde zie ik ook bij mijn patiënten, die, wat ik merk, vaak toch dingen meer weer aan mij durven te vertellen mm -hmm. dan aan mijn even zogezegd witte collega. Omdat ja. ze bang zijn als gek voor gek verklaard te worden. Omdat ze denken, die weten dan niks over de cultuur, ja. hè? die weten niks ja. over ons bijgeloof of andere ja. uh, rituelen die wij hebben. Mm -hmm. Maar uh, waar ik nu ook werk, uh, ik werk ook in een uh, penitentiair centrum inrichting, mm -hmm. uh, waar we dus heel veel mannen in de mannengevangenis, heel veel mannen van andere cultuur hebben. Ja. Uh, als ik dus kijk naar soms de rapportages dat ze gerapporteerd worden voor een rechter of voor iets, dat ik denk waar de context dus niet in mee wordt genomen, waar iemand vandaan komt, maar ja. wat wel bepalend is voor hoe er naar iemand wordt gekeken ja. en wat voor straf die ja. krijgt, zeg maar. He, los van ja. wat iemand heeft gedaan. Als ik ook kijk naar de jeugd, ja, dat, dat baart me wel zorgen, ja. eigenlijk. Want je ziet dat uh, uh, sommige mannen bijvoorbeeld geen open openheid durven te geven... omdat ze zeggen, ik word structureel gediscrimineerd. Ja. He, dus die durven vaak geen openheid te geven. Mm -hmm. Maar dat dat wel wordt weggewimpeld, he, Dat wordt niet serieus genomen... Ja en er wordt gezegd ja mensen voelen zich altijd gediscrimineerd mm -hmm. en uh, het wordt maar zo geroepen ja. en dat is ja. niet zo nee. en daarom vind ik die bewustwording heel belangrijk wees je gewoon bewust en het maakt niet uit of dat je bewust wordt van je vooroordelen of dat je discrimineert mm -hmm. is helemaal niet erg want dat hebben we allemaal ja. maar wees je er ja. wel bewust van ja. Ja. en hoe dat staat in verhouding tot, tot jouw behandelde ja en uh, want dat is natuurlijk wel zo. Hè? Dus dat, dat, dat die bewustwording, daar komen we weer op terug, dat die zo ja. belangrijk is. Um, en natuurlijk, als het gaat om de psychiatrie, want er zijn natuurlijk ook wel verontrustende statistieken in de, in de psychiatrie. In de zin van bijvoorbeeld, als je kijkt naar de dosering van antipsychotische medicatie in uh, Europese landen, dan zie je dus dat hoe. Uh, witter iemand, hoe lager de dosis. En dat zijn toch inderdaad waarschijnlijk gevolgen van dat mensen inderdaad meer agressie zien, meer uh, geweld gaan zien, banger zijn. als, als het contact uh, anders is, omdat inderdaad mensen die culturele afstand niet kunnen overbruggen in het contact. En daardoor dus dit soort uh, dingen kunnen gaan ontstaan. Um, het lijkt ook een beetje, denk ik, op de, op de gender gap in, in mm -hmm. betaling. Hè? Dus dat uh, vrouwen systematisch minder verdienen dan mannen in dezelfde posities. Wat ook natuurlijk zo'n hardnekkig iets is, wat moeilijk is om te doorbreken. Um, dus in het aanpakken daarvan, in lesgeven bijvoorbeeld, moet je ook voorzichtig zijn. Want er is ook literatuur die suggereert dat bijvoorbeeld verplichte uh, diversity-programma's introduceren op de werkvloer dat je dan ook een groep krijgt die juist uh, zich daarvan af gaat keren en in verzet gaat. Niet openlijk, maar het gewoon niet tot zich door laat te ringen. Dus dat is best wel een dingetje als je erover nadenkt. We hebben het nu over de psychiatrie. Mm het -hmm. is een mm -hmm. heel mm -hmm. belangrijk psychologisch proces hoe je iemand inderdaad mee verleidt om breder te gaan kijken. Het is niet dat ik de oplossing heb, maar... Nee, um, hadden we die maar. ja. Ja, dus is dat dan? Wat ben je bekend met in, diversity programma's en dergelijke? Dat, 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 dat je mensen heel breed confronteert met hun eigen voordelen in een bedrijf of zo? Um, en dat je dan hoopt dat ze inclusiever gaan denken en gedragingen gaan hebben? Ja, kijk, ik, in mijn les gaat het niet om per se die veranderingen of binnen een, nee. binnen een bedrijf nee. of wat ja. dan ook. Hè? Het gaat om ja. je persoonlijke bewustwording. Ja. Ja. En uh, ik denk dat dat toch anders is. Mm -hmm. En uh, ja, dus nee, daar ben ik niet zo mee bekend. Uh, nee. Maar ja. Uh, nee. nee. Oké, okay, dus um, we hebben nu uh, in Nederland, denk ik, over trauma-sensitief werk, cultureel-sensitief werk. Ik zie wel dat er ontwikkelingen zijn. Um, maar jij gaat nu werken bij een organisatie hè, die zich specifiek richt op zeg maar, transculturele aspecten in de psychiatrie. Um, en is dat, is, dat een, uh, um, is dat zeg maar een model? Of, of is dat gewoon nee, hoor, toevallig het geen... zo ontstaan? Of is toevallig is het, zo ontstaan, ja. omdat mensen binnen de organisatie waar ik nu ga werken, ook gewoon binnen de, uh, in hun eigen taal de ja. behandeling kunnen krijgen en oh, volgen. Ja. Ja. En dat is wat, uh, wat je zegt, hè, wat, wat u net zei over de, de dosering van de antipsychotica en de mensen de angst mm -hmm. voor het, het onbekende mm -hmm. en agressie. Ja. Ik, ik kan me ook voorstellen dat, dat mensen van andere cultuur vaak ook wel wat, wat uh, verbaler, agressiever overkomen. Mm -hmm. Maar dat, dat is ook een bepaalde onmacht. En dat probeer ik mensen ook van ja. bewust te laten worden, omdat ze zich vaak niet goed kunnen verwoorden ja. of zich niet begrepen of gehoord voelen, waardoor ze. Ja. Zichzelf nog meer gaan overtuigen, maar dat ook in hun gedrag en, 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 en hè, het, het stemverhef voor wat dan ook. Ja. Proberen te laten merken: ja. Van, van uh, help mij, en er is een bepaalde onmacht, maar dat dus wordt afgeschilderd als agressief ja. en uh, angstbeangstigend. Ja. Ja. nee, zeker. Dus, dus uh, mijn vader kwam uit Indonesië, hè. Die, was, die was half Indonesisch en die, die had daar in het Jappe kamp gezeten en alles. En hij was, als hij langs de grens moest, langs de douane. Dan zaten we allemaal in de auto, op vakantie zaten we allemaal in de auto te vrezen. Want hij werd dan altijd heel agressief. Als iemand hem vroeg ge, in een kostuum geef je paspoort en die ging dat controleren of hij door mocht. Mm. Dan gebeurde er iets dat je dacht van uh, wauw. En, en later begrijp je dat inderdaad, want als je uh, ja, je wordt gevormd door je ervaring natuurlijk. Ja, dus zoals je de hele tijd te horen krijgt, je hoort er niet bij, of uh, je bent vreemd, of uh, je wordt niet goed begrepen in je contact. Ja, dan krijg je natuurlijk dat je ook uh, dat verwacht mm -hmm. dat dat gaat gebeuren mm -hmm. bij een volgend contact. Ja. Dus het gaat heel diep hè, natuurlijk. En uh, in de psychiatrie is het ook diep geworteld. Maar wat ik zo interessant vind is dat daar dan een plek is waar mensen in hun eigen taal uh, benaderd kunnen worden. Maar dat is natuurlijk maar een heel klein. Want wat in de GGZ is het heel moeilijk om tolken te hebben altijd en mensen in hun eigen taal te kunnen behandelen. Dus is dat dan een soort kleine oase? En, en dat je dan, als je dat toevallig weet en kent, dan kun je daar terecht of hoe komen dat... mensen daar? Ik denk dat er meerdere instellingen wil zijn hoor, waar mensen ja. hun eigen taalbehandeling uh, kunnen ja. krijgen. Deze komen via de huisarts uh, ja. worden gewoon verwezen ja. naar ons. Ja. Okay. Ja. Ja. Nee, omdat het, ja, de laatste tijd is toegang tot tolken is moeilijker geworden ja, in, in Nederland. Dus ja. ik denk dat het goed is om ook plekken te hebben die daar zich in specialiseren, die snellere toegang hebben, meer ervaring ja. daarin hebben. Zodat je het ook beter kunt organiseren. Ja. Want als je het ja. in de gewone GGZ één keer in de vijftig dagen nodig hebt, ja, dan mm. zit je er ook niet goed in natuurlijk Nee, maar als je het ook hebt over psychiatrie en diagnostiek, als ik ook kijk naar mijn uh, praktijk. Mm -hmm. uh, ik, ik hecht bijvoorbeeld veel minder waarde als iemand uh, niet-Nederlandse cultuur heeft uh, aan een IQ-test. Ja. Oh ja. Ik vind de ja. klinische blik veel belangrijker daarin. Ja. Want hoeveel ja. mensen staan niet op papier als LVB en dan mm. krijg ik ze en dan denk ik, hoezo LVB? Hè? Ja. Dus, ja. Het raakt dan zoveel heel uh, facetten. Heel belangrijk. LVB, ja. persoonlijkheidsstoornis, ja. allemaal via testen. Waarvan ja, via je afraagt, testen, ja. precies. Voor wie zijn die eigenlijk ja. bedoeld? En ja. Hoe werkt ja. dat? Ja. En dan wordt er gezegd, ja, maar hij is hier geboren. Ik zeg van, ja, maar was Nederland wel zijn eerste mm. taal thuis ook? Ja. He, dus, ja. dus zo, zo ja. dichtbij kan het al zijn ja. dat mensen ja. de context niet meenemen. Ja, precies. Oké, okay, ja, dus de tijd schrijft voort. Hè. We zitten al ja. een half uur rustig te praten. En het is een, een fascinerend onderwerp. En ik vond nog wel het mooiste wat jij vertelde over je eigen ervaring in Delhi. Ja. Want, want ja, hoe denk je daaraan terug? Denk je wel eens van, ik, ik pak mijn boel op en... Uh... Nou, ik ben afgelopen mei van dit jaar weer geweest, voor de tweede ja. keer. Om ja. te ervaren okay. van, is het weer zo? Ja. Of heb ik het een beetje geromantiseerd ja. he, van mijn eerste ja. keer? Ja. Ja. Maar het, wa, ja, het, het was nog steeds zo. Het voelde weer zo. En ja, ik, weet, ik heb niet zo van ik pak mijn spullen, maar ik zou daar wel kunnen aarden, denk ik. Ja. 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 En daar kunnen zijn, terwijl ze, ik zie, ze zien dat ik niet daar vandaar ben, dat zien zij ook. Ja. Ja. Maar je hoort er op de een of andere manier wel. Want qua taal ja. is. is uh, uh, Kun je daar communiceren in in. Ja, dat is ook. Ik, in mijn les, wat ik mijn studenten ja. meegeef, nogmaals, ik zeg, want de vraag is altijd waar ze denken dat ik vandaan kom. Ja. Heel veel, ik ben in ja. Suriname geboren, maar heel veel verwachten dat niet op nee. de een of andere manier. Nee, nee, nee. nee weten dat niet. En, nee. uh, en hoe ze denken dat ik thuis ben. En, en dat probeer ik ze ook te vertellen. Probeer, hè, niet letterlijk, maar soms achter de voordeur te komen ja. van je patiënt. Ja. Is iemand thuis? Want mensen ja. verwachten niet, bij mij ook heel vaak, dat ik gewoon... Uh, Naar nou de Hindustanse muziek, de taal ook eigenlijk, uh, dat we die spreken, ja, ja. die thuis spreken ja. hè? en het eten, ja. de kleding, ja. alles. Dus ja. wat dat betreft was voor mij daar ook heel veel herkenning ja. Ja. van wat we hier toch aan cultuur ja. hebben behouden achter de ja. voordeur. Ja. Mm -hmm. ja, zeg maar precies. binnen onze eigen ja. gemeenschap, om het zo te zeggen. Ja. 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 ja, het is echt een fascinerend onderwerp hoe dat. Uh, uh, er zijn mensen die zeggen dat. dat dat in Amerika doet iedereen die, die genetische test van 23 andme ja. um, oh, ja, Dat is natuurlijk heel ja. interessant, want al die Amerikanen die zien dat ze uit, uit, uit uh, Aziatisch bloed hebben, Latijns-Amerikaans bloed hebben, uh, Europees bloed hebben, en dat dat hele concept van witte Amerikaan helemaal niet bestaat. Dus dat is ook heel... Ja. He, je, kan ook, je, kunt, je kunt het ervaren door ergens te zijn, zoals bij jou. En je kunt ook inderdaad... Uh, Geconfronteerd worden met, met inderdaad hoe divers we letterlijk allemaal zijn. Ja, ja. 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 Uh, Faustia, uh, zeer veel dank ja. voor het interview. Uh, we zouden nog lang door kunnen praten, denk ik. Maar ja, het is een hele belangrijke topic. En ik ben blij dat uh, je bereid was om, om bij Psychose de podcast hier uh, je, je licht over te laten ja. schijnen. Dat, dat helpt. Dank. Ja, graag gedaan. Jouw bedankt. En beste luisteraars. Ook jullie heel veel dank. Dit was de podcast van PsychoseNet. En we hopen snel weer bij jullie terug te zijn. Maar we gaan eerst rustig luisteren naar deze podcast en reflecteren. Dank jullie wel en tot ziens.